Oké, deel 2 van onze cursus PHP via W3 Schools. Nogmaals, er zijn allerlei manieren om PHP te leren of om een code te leren. W3 Schools is een van de mogelijkheden en in deze cursus leg ik uit eigenlijk hoe je via W3 Schools bijvoorbeeld PHP kunt leren. Nou, dit is de homepagina van W3 Schools. We gingen naar hier links, zie je alle codes waar die je kunt leren. Kijk, hierboven heb je tutorials en dan kun je via die weg natuurlijk ook. Je kunt hier ook naar de references, de handnaslagwerken. Daar zie je dan hier de PHP-reference. Oké, ik blijf nu even op de homepagina. Dit is de homepagina. Centraal staat HTML. Daar gaan we eigenlijk vanuit dat je basiskennis hebt als je met PHP bezig gaat. En ik scroll naar beneden en ik klik hier op Learn PHP 7. Zo hebben we dat gedaan. Dit hebben we net, hebben vorige video hebben we dit kort behandeld. We hebben op Next geklikt. En hebben dit hele stuk tekst zijn we doorheen gelopen. Moet je zo'n beetje kennen. En hier links zien we dus waar die tutorial uit bestaat. Even kijken. In onze eerste periode PHP binnen het voortgezet onderwijs. Dus als je de eerste keer dat je te maken krijgt met PHP, in die periode, ja, krijg je te maken met alles, zo ongeveer alles wat hier staat. Daar maak je kennis mee met alles. En daarbij ook met form handling. En dat is het dan zo'n beetje. Dit gaat dan iets te ver. Dat zou dan mogelijk in de tweede periode PHP komen. De rest. Dit ook. PHP Advanced. Komt in de tweede periode PHP. Terwijl MySQL Database. Het staat dus onder PHP. Terwijl je daar te maken krijgt met een andere taal. Dat is om. Maar ja, PHP kan je dus de databases beheren. Bijvoorbeeld een MySQL database. Daarmee krijg je ook even kort te maken in de eerste periode PHP. Oké, dan gaan we snel verder. Ik kan dus hier klikken. Ik kan ook hier klikken op Next. Dan kom je bij Install. Nou, de vraag is: moet je nou nog wat installeren? Ja, op zich wel. Zoals in de vorige video's uitgelegd, PHP is een server-side language taal. Dat betekent dat PHP moet ergens geïnstalleerd zijn als script, als vertaalscript, zodat het de PHP-code die jij schrijft om kan zetten naar voor de browser herkenbare code, zoals HTML, CSS of JavaScript. Wat moet jij nou doen als leerling wat betreft installatie? Nou, je code die jij schrijft is wel handig dat je die kunt testen. Dus je zou ergens PHP geïnstalleerd moeten hebben. Dat op een server. De computer zelf is niet voldoende. Je moet een server omgeven of je moet een computer hebben die als server is ingericht. Daarbij zijn er twee opties. Dat doe je of lokaal, dus je maakt een lokale server op je computer, of je doet het niet lokaal, je doet het ergens op het internet en dan betekent dat het op een andere, iemands anders computer staat in het netwerk. Die is dan de gastheer, oftewel de host. En dat betekent dat je te maken hebt met hosting. Nou, mijn leerlingen krijgen een hosting-account. En via dat hosting-account kun je dus je eigen PHP-code testen. Op dat hosting-account is PHP geïnstalleerd. Hoef je verder dus wat betreft installatie niet druk te maken. Buiten dat je hosting hebt, is de bedoeling dat je ook lokaal kunt werken. En dan bedoel ik niet alleen op de computer op school, maar ook op je eigen computer thuis of op de laptop, zodat je ook kan oefenen als je de computers op school het niet doen of dat je gewoon niet op school zit. Nou, hier bij W3 Schools, die geeft dan ideeën hoe je dat kan doen, maar het is nogal heel erg sumier, zeg maar. Ja, dus als je dit zou volgen en dit install PHP, ik denk dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is allemaal te ingewikkeld. Wat mij betreft is de meest makkelijke manier om PHP, om je eigen computer in te richten als
server, als PHP-server, om daarmee PHP te werken, is gebruik te maken van USB-webserver. Dus als ik dat nu intik in Google, zoekmachine, zo, USB-webserver, dan zie je dat je dat kunt downloaden. Dus ik daarop klik, dan krijg ik dat te zien. USB-webserver, dat is ja, zoals het zegt, dat is dus een server die installeert op een USB-stick. Nou, dat lijkt me toch heel simpel. Het zal mooi zijn dat het werkt. Dat betekent dus ook dat je dat kunt installeren op een computer, op school bijvoorbeeld, waar je in principe niks op mag installeren. Maar dat is dus een pakketje wat je bijvoorbeeld op je bureaublad kan zetten op school. En als je dan later terugkomt op school en je gaat naar jouw bureaublad, op de plek waar jij je bestanden mag beheren of op school. En dat pakketje, ja, dat vanuit die folder waar je hem uitpakt, wordt die server opgestart. En dan kun je die gebruiken als webserver. Gewoon op een USB-stick. Je kunt hem natuurlijk inderdaad ook op een USB-stick zetten. Daar kun je hem ook wel mee naartoe nemen. Naar huis en weet ik veel wat. Dus dit raad ik aan dat je het doet. Dus dit te downloaden. Download latest version. Zo. Als je die dan downloadt, nou, dan is het gewoon een kwestie van ergens plaatsen op een plek waar je hem terug kan vinden. Bijvoorbeeld mijn voorstel was om hem op je bureaublad te zetten. Dan gebruik ik zelf mijn nooit mijn bureaublad. Er staat heel veel op, maar dat heb ik uitgeschakeld. Nou goed, laten we het toch maar zetten. Op bureaublad heb ik hem gezet. En dan is het kwestie van, kijk, het is een zip-file. Dus dat is duidelijk, die moeten we dan zo weer gaan uitpakken. Dat gaan we zo doen. En naar die map en naar mijn bureaublad. En nogmaals, een USB-webserver, logisch. Maar die kun je dus ook op een USB-stick zetten. Even uitpakken. Zo. Nou, als je bezig krijg mezelf te zien, ga ik even door naar mijn W3 Schools. Oké, dus dan kun je vervolgens PHP 7 install op de W3 Schools verder wel overslaan als je dit gelukt is. Kijk, belangrijk is daarbij bij dat hoofdstuk gewoon te weten dat PHP dat moet geïnstalleerd worden en in een serveromgeving. Ja, server, hè? Een serveerder is het. Het is een server, iets wat bedient. Dus ja, die kan jou bedienen met de PHP-script. Nou ja, goed, dit zoals je ziet, bij mij gaat het uitpakken erg traag, terwijl dit mijn eigen computer is. De kans is dat het op school ook heel erg traag gaat, of nog trager gaat. Geduld is schone zaak, zullen we zeggen. Of je moet hem thuis eerst inderdaad op een USB-stick eventjes uitpakken en dan meenemen naar school. Oké, dus en als je dat maar begrijpt, dus dat je de PHP werkt via server, installatie van een script, versie 7, het liefst, 7.2. En dat PHP dus zo werkt. Daarbij USB-webserver, even terug naar onze pagina. Als je dit installeert, ik weet niet of ze het uitleggen, ja, dan installeer je het volgende. Dat zijn dus vier dingen: een Apache server, een serveromgeving. MySQL is een systeem om database te beheren. PHP script zelf, daar ging het ons om. En PHP MyAdmin, dat is software gemaakt in PHP om je database beheer te doen. Dus dit is het database systeem en dit is PHP MyAdmin is het database software. En die vier dingen die heb je nodig om een complete PHP app te kunnen bouwen. En dat is wat we willen. Dus dat gaan we doen. Nou, dan hebben we dit gedaan. Dan klikken we op next en dan zien we hier dus links komen bij de syntax en daar ga ik in de volgende video aandacht aan geven. Syntax is zoiets van, nou, wat is de karakter, wat zijn de eigenschappen van de code, waar moet je op letten bij het schrijven van code. Bijvoorbeeld, als je PHP-code schrijft, dan begint dat met dit tekentje en dan eindigt dat met een vraagtekentje. Maar nogmaals, dat doen we in de volgende video. Ja, dat doen we in de volgende video. Nou, ondertussen is
onze USB-webserver uitgepakt, zoals je ziet. En dit is wat we dan zien. We zien dus een mapje Apache en een PHP en een MySQL en PHP Admin. Dus dat is dus beloofd is. Dat, en dan zie je dus exe-bestand. Dubbelklikken, logisch. En dan hopen we dat het out of the box gaat werken. Nu is het zo dat ik werk op een laptop waar al van alles geïnstalleerd staat. Wat betreft server in omgeving en zo. Dus dat kan wel eens conflict opleveren. Op school verwacht ik het niet. Kijk, firewall, dan moet je toestaan. Dat is interessant natuurlijk, hoe je op school daarmee reageert. Dan nogmaals, het beste is gewoon dit op je eigen, op een USB-stick te doen. Dat, ja, op je eigen computer een keer te doen. Zo. Kijken of dat dan werkt. Je moet een paar keer toegang toestaan. Want dat gaat dus over meerdere dingen hier. Het gaat over dan krijg je dit te zien. First time you start USB web server. En dan moet ik een taal kiezen. Hij is er heel druk mee, zie je. Ik zie de Apache server is gelukt. Ik zet hem gewoon op Engels. Zo. Die is niet gelukt, dat starten. Waarschijnlijk omdat die Apache server is gestart. Dus ik kan werken met PHP. MySQL server, dat werkt niet. MySQL systeem. En er zit een fout in. Ik kan kijken, ik kan starten. Dit klopt wel, port Apache 8080, die werkt, die laat intact. Deze port SQL 3307, ja, die werkt dus blijkbaar niet. Volgens mij is 3306 is juist standaard, dus hij zet hem juist. Dan gaat hij opnieuw starten, zegt hij. Nu heb ik het werkend. Het probleem bleek niet met de poorten te maken te hebben, dus ik hier naar settings ga. Dan krijg je de poorten te zien. Ik weet eigenlijk niet eens welke poort ik nu heb. 3308 heb ik gebruikt. 3307 zou misschien ook wel werken. 3306 misschien ook wel. Het probleem lag bij mij in de firewall instellingen. Dus dat probleem kun je natuurlijk ook hebben op school. Nogmaals, probeer hem als eerste op een USB-stick. Op je computer thuis. En dan die firewall instellingen doorheen lopen. Het was nog niet zozeer de firewall als wel mijn malware software. Die kun je natuurlijk ook helemaal uitzetten en dan kijken of het werkt. Ik heb hem handmatig moeten toestaan dat hij dus bepaalde processen uitvoert. Ik heb alle pop-ups. Nou, uiteindelijk daar verder niet meer lastig te vallen. Op een gegeven moment deze moet je groen hebben bestaan. Dus of de poort aanpassen en proberen of je firewall uitzetten of aanpassen. En als je dit hebt, dan ga je naar General, naar de homepagina, krijg je klik van boven naar beneden de root directory. Dat is dus de plek waar je files komen te staan. De PHP files die je wil gaan testen. Nou, die zitten dus hier in de root map. Root. Daar staat ingesteld. Je ziet daar één index PHP file. Dat is degene die ook geopend wordt als ik klik bijvoorbeeld nu op localhost. En dan wordt die geopend in de browser. Kijk, die gaat die via die poort 8080 opent die index.php file. En daarmee zie je dus, als je die opent, dat PHP dus werkt nu. Want dit is een PHP script en die leest die. Die geeft de browser terug als leesbare informatie voor jou. Dus blijkbaar werkt dat. En als je dit werkt, dan zijn we helemaal blij. Dat zou je moeten zijn. Zo, even dingen uitzetten. Zo. Dit mag ook wel weg. En dan heb je hier nog PHP met admin. Is dat nog van belang? Nou, op dit moment niet, maar straks wel ooit. Dus dat is ons software om je database te beheren. Je ziet dus dat die dus ook netjes start. En dan kun je dan inloggen en dan kun je een database beheren. Nou, dat is wat je met USB Web Server allemaal kan doen. Belangrijkste is, hier kun je straks PHP testen op je eigen computer. Maar vergeet ook niet dat je dat dus ook kan doen in W3 Schools zelf door te gebruik te maken van de knop Try It Yourself. Dan wordt dus geopend in een nieuwe tab en dan krijg je hier de code die je schrijft. Hier krijg je de output als je klikt op Run. En dan loopt het via de server van W3 Schools en die interpreteert dan je PHP code voor jou. Dus laat ik eens eventjes expres een fout maken hier. Echo hallo. En ik sluit die niet netjes af. Zo. En ik zeg run. Ik weet niet wat hij dan doet.
Dan doet hij het wel. Dat betekent dat hij dus ook niet het helemaal doet zoals ik wil. Dus, maar goed, je kunt hier wel dingen testen. Stop. Stop ermee. Tijd voor video 3.